hartelijk welkom allemaal in deze hele bijzondere setting met allemaal camera's zitten jullie ineens in een soort televisiestudio. Maar die camera's moeten we maar even niet aan denken. Voor het gesprek is het gewoon fijn om elkaar aan te kijken en met elkaar bezig te zijn met de toekomst van Flevoland. En die toekomst, dan denken we aan 2050. Dat is natuurlijk enorm ver weg. En ik wil jullie uitdagen vanavond om niet alleen te dromen, want dat hebben we gedaan met z'n allen. Ook niet alleen te denken, want dat hebben de wetenschappers gedaan en daarover gaan zij pitchen. Maar ik wil jullie uitdagen om te durven en te doen vanavond. Dat gaan we met z'n allen doen. Ik ga onze eerste wetenschapper aankondigen. Hij gaat het hebben over ruimtegebruik en hij is hoogleraar Environmental Technology and Design bij de Technische Universiteit Delft. Mag ik een hartelijk welkom voor Arjen van Timmeren. Ja, dankjewel Desiree. Hartelijk welkom vanavond allemaal. Ik ga proberen in 5 minuten een pitch neer te zetten. En ik heb een paar notities erbij gemaakt om het een beetje de lijn te houden. Wat jullie allemaal weten is dat Nederland natuurlijk een deltaland is. Hè? De Rijn-Maas aan de zuidelijke kant en de IJssel-Vecht aan de noordelijke kant. Daartussen zitten de zandgronden van de Veluwe, maar ook Flevoland. En wat heel vaak vergeten wordt is dat in die toenemende dynamiek waar delta's in zitten, de dynamiek van meer water, weinig water, maar vooral veel pieken en dalen, die roerige tijden zogezegd, dat daar het belang van opslag, het belang van een batterij zou je kunnen zeggen, maar in ieder geval in dit geval van buffering van water, ontzettend cruciaal is en nog crucialer gaat worden. En daarmee het IJsselmeer. Het is eigenlijk samen met Flevoland, heb ik dat in mijn essay genoemd, het groenblauwe hart van Nederland. Het groene hart gaat, naar mijn mening, zal grotendeels een prooi vallen van de dynamiek van de delta, de zuidelijke delta. Dus er zal heel veel minder kracht op zitten op dat gebied. Maar er komt heel veel belang voor, echt landelijk belang. Dus het gaat echt niet alleen over Flevoland, maar ook over het landelijk belang op dat groenblauwe hart van Flevoland. Nou, en Flevoland als polder is eigenlijk aangelegd als een zogenaamde rijke polder. En dan zult u zeggen van een rijke polder, wat bedoel je daarmee? Hè? Zijn wij allemaal, hebben wij meer geld, verdienen we meer geld? Nee, als je het doorsnijdt, dan is de polder zo gemaakt dat de lanen, de profielen, de bomenrijen, de watergangen, dat die eigenlijk veel breder zijn opgezet dan de waterlandse polders in Noord-Holland. Of dan bijvoorbeeld wat ze noemen de karige polder, dat is de Haarlemmermeerpolder. En daar zitten hele andere profielen achter. Die rijke polder is de basis van mijn pleidooi vandaag om meer in te gaan zetten op een transitie naar een iets andere mix waar meer water een rol gaat spelen. En met name omdat water eigenlijk de drager van leven is. Maar ook eigenlijk wil ik aan de orde stellen, en dat is meteen voor de discussie, dat we in Nederland een zogenaamde schaalparadox kennen in de ruimtelijke ordening. We willen alles doen op alle schalen. Dus we moeten in elke gemeente, willen we bedrijfslocaties hebben, willen we bepaalde voorzieningen hebben, maar op zo'n manier dat op elke korrelgrootte alles gerepeteerd wordt. We denken niet door schalen heen. En ik denk dat er ontzettend veel meer kansen gecreëerd gaan worden als we eigenlijk geforceerd door alle transities waar we nu voor staan, dat we dan dat meer gaan mixen. En dat we dat ook durven doen met minder regels. En we zijn er natuurlijk tegen aangelopen, tegen die regels. En eigenlijk die schaalparadox van het zoneren, je zou bijna kunnen zeggen van het polderen, met de huidige stikstofregels. Hè, maar ook met alle wensen die we hebben ten aanzien van transities. Of het nou gaat over transities zoals gisteren zijn besproken, over de bredere welvaart, of over de energietransitie, of over de noodzaak om de biodiversiteit te kunnen garanderen over tijd. Want die biodiversiteit is weer nodig voor onze voedselvoorziening. En dat is de grootste zorg op dit moment voor onze wetenschappers. Het is niet zozeer klimaatverandering, dat is het ook. Maar het is meer nog onze voedselvoorziening uiteindelijk. Die zit helemaal aan het einde van dat verhaal van veranderingen.
Mijn pleidooi, en ik moet even de tijd in de gaten houden, die zit dus eigenlijk veel meer in het dynamische evenwicht wat we zouden moeten durven omarmen in het volgen van natuurwetten en niet zozeer in juridische wetten. We zouden dus meer moeten afstappen van die zoneringen, van die verkavelingen die keihard uitgaan van het toekennen van ruimte aan een bepaald gebruiksdoel. We moeten veel meer gaan denken in het combineren van water en groen, maar ook in het combineren van agrarische functies met natuurontwikkeling en beheer. Dat gebeurt al her en der. Dat zou kunnen zeggen, de meeste boeren zouden zeggen dat doen we al. Maar ik denk ook dat het nog veel meer kan. En dat bijvoorbeeld dat er ook veel meer gedacht moet worden aan een diversificering van de teelt in Flevoland. En dat met name omdat ik denk dat zo'n rijk voedsellandschap, een zogenaamd Flevolandschap, een Flevovoedsellandschap, dat het een veel betere basis ook legt voor die toekomst die voor wat betreft het voedsel, niet zozeer het voedsel exporteren naar elders alleen betreft, maar ook het meer voorzien in de eigen behoeften van de lokale regio. En ik denk dus dat daarmee dat heel cruciaal gaat worden en ook het beheer daarvan, maar dat dus ook dat er dus offers zullen moeten vallen. We zullen meer water moeten gaan toestaan. Want het water is de kwaliteit van Flevoland en het IJsselmeer waar het Flevoland in ligt, als je het zo ziet. Dus dat groenblauwe hart, dat moet veel meer benadrukt worden. En als je dat doet, als je dat in een goede balans doet, dan krijg je ook een veel rijkere polder. Dat was het. Hey. Dankjewel Arjen voor jouw visie op het groenblauwe hart. Onze tweede wetenschapper staat al klaar en hij houdt zich bij de Universiteit Utrecht bezig met de vraag hoe de natuur als uitgangspunt kan dienen voor onze fysieke leefomgeving. Ook wel bio-inspired innovation genoemd. Mag ik een hartelijk welkom voor Jaco Appelman. Ja. Dankjewel, ik heb me nog nooit zo opgelaten en zo opgehezen op een schild gevoeld. Daar stappen we zo snel mogelijk weer vanaf. Wie van jullie heeft toevallig, hij is net uit, een film gezien die heet Paved Paradise? Nee? Het gaat over landbouw en dat is natuurlijk wel een dingetje in de polder in Flevoland. En daarin, en ik wil even het voorbeeld herhalen, daar wordt gesteld hoge input landbouw. Daar heb je aan de voorkant heb je heel veel spulletjes nodig die je erin stopt, om er aan de achterkant heel veel uit te halen. En dat is een soort van landbouw in die film waarvan wordt gezegd, die moeten we ook op. We moeten nog veel intensiever. Waarbij ze niet zeggen intensiever met meer gewasbeschermingsmiddelen, et cetera, maar veel beter snappen hoe die grond waar we hier op leven in elkaar zit en hoe we die in samenspraak eigenlijk beter kunnen laten functioneren. Dus aan jullie heb ik eigenlijk een vraag. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Die kan je gewoon met ja-nee antwoorden. Als je het er niet mee eens bent, steek je hand niet op. Als je het er wel mee eens bent, steek zo direct even je hand wel op. Ik heb een stelling. Wij zijn natuur. Wie is het daar mee eens? Kijk, we zijn in Flevoland in goed gezelschap. Ik heb ook wel zalen gehad waarbij iedereen zegt van ja, we zijn natuur, maar wel heel speciaal. Wij zijn eigenlijk beter dan de natuur. Want wij kunnen die natuur beheren. En wij kunnen hem naar onze hand zetten, wij kunnen hem veranderen. En het grootste punt wat ik wil maken, en ik denk dat het meer is gemaakt, is volgens mij is het slimmer om te luisteren naar de natuur en te kopiëren wat je daarvan kan. Je kunt leren van een blad. Ik had hier vandaag net even nog een gesprek met iemand uit Dronten en die zei van als je er goed naar kijkt, is een blad met die nerven is de slimste manier om voedingsstoffen van A naar B te krijgen. Dus waarom maken wij wegen, rondwegen en rechte wegen? Waarom kopiëren we niet de structuur van een blad om bijvoorbeeld onze steden in te richten? Zou een veel slimmere manier zijn en zou veel efficiënter zijn. Waarom kijken we niet naar de Flevopolder als een stuk land met daarnaast nog heel veel water waar we niks mee doen? Terwijl, daarom begon ik met die hoge inputlandbouw, we toch een manier zullen moeten verzinnen als we hier met elkaar landbouw een belangrijke plek willen geven om die input ergens in de buurt vandaan te halen. En niet, als we dat nog 50 jaar doen, het Amazonewoud leeg te trekken. Dus kunnen we niet het IJsselmeer gebruiken om wieren te telen. En die wieren, want er zijn experimenten mee geweest, bijvoorbeeld in Noord-Holland, in de bollenteelt, zijn een waanzinnig goede meststof.
Dat is een, Erik Klarenbeek heeft dat gedaan. Die heeft heel kort wieren gekweekt en uit elkaar gehaald. De eiwitten gebruikt hij om mooie producten van te maken als ontwerper. En toen had hij een reststof over. En dat was eigenlijk het water met alle spulletjes die uit het persen na het verwijderen van de eiwitten nog over waren. Dat hebben ze op land gebracht en dat bleek een enorm goede manier te zijn om kunstmest te vervangen. En daarmee ook een stukje van die input te vervangen. Dus we kunnen, en daar ben ik van overtuigd, als we zeggen, nou, laten we de natuur eens even als uitgangspunt nemen. Laten we eerst eens vragen, hoe heb jij dat opgelost als we het hebben over overstromingen? Hoe ga jij daarmee om, natuur? En dan hebben wij de voorbeelden in de vorm van de Waddenzee liggen. En als we wat exotischer gaan in de vorm van mangrovenbossen, bij de hand. En het maakt ook, als we dat centraal stellen, natuur, dat we met elkaar in gesprek gaan. In plaats van, hoe zie jij dat? Dus je gaat vragen stellen, hoe zie jij dat? Ik heb dit geobserveerd. Of ik heb dit gehoord. In plaats van dat je gaat polariseren. Want je bent met elkaar aan het leren. En je bent elkaar niet aan het frustreren. Dus ik denk dat het ook een hele goede manier is om met elkaar na te denken over een toekomst. En op een manier die constructief is. Oké. Dat gezegd hebbende, we gaan nu allemaal een boom omarmen en dat soort dingen doen. Dat is één element wat belangrijk is. Leren van de natuur, dat is wat ik ook studenten probeer te leren op die master. Aan de andere kant zijn we ook mensen en we zijn wel een speciaal soort natuur. Want welke natuur bouwt dit soort dingen? We hebben toch wel iets met elkaar te verhapstukken. En wat ik jullie wil schetsen, en dan stop ik ook daarna, heel kort, is ik denk dat we op dit moment in de tijd het heel erg goed is om te luisteren naar alle kleine initiatieven die er al leven. Waarbij je in de buurt, in je wijk over praat en zegt, ik zou graag dit willen hebben en we moeten dat opschalen en verbinden. En om een voorbeeld te geven, ik woon op platteland in Salland. Dat is tussen Zwolle en Raalte zo'n beetje, of tussen Zwolle en Deventer. En daar heb ik een minicamping en die maak ik eetbaar, permacultuur. En om dat te doen, praat ik met allerlei andere mensen. En toen ik begon, 20 jaar geleden, waren er eigenlijk nog heel weinig vergelijkbare initiatieven. En nu hoef ik om me maar heen te kijken. En in het dorp waar ik zit, hebben we nu een bedrijf die doet aan houtbouw. Er is een bedrijf vlakbij in Weijen, die doet aan bokashi. Dus die is met andere dingen bezig. En zo zijn er heel veel initiatieven. We hebben een duurzaamheidsgroep, een biodiversiteitsgroep, voedselcoöperatie, nu 15 in heel Nederland. Het verspreidt zich. En je ziet dus dat die lokale initiatieven langzamerhand in elkaar gaan haken. En als je met elkaar een duidelijke richting hebt en je gaat de lokale initiatieven stimuleren, dan denk ik dat we met veel plezier kunnen bouwen naar een toekomst. Flevoland 2050. Oké, laten we daar even bij. Nou, dankjewel Jaco voor dit wenkend perspectief. We gaan deze twee best aansluitende visies gelukkig op ruimtegebruik met elkaar bespreken aan tafel. En dan gaan we het hebben over welke toekomst om naar te verlangen delen we. Nou, dat gaan we het eerst over hebben. Maar ik zal onze tafelgasten eens even aan jullie voorstellen. Want niet iedereen kent elkaar, zo klein is Flevoland nou ook weer niet. Hier links van mij zit Henk Nomen. En ik heb een enorm cv van jou, want je hebt heel veel ervaring. Je bent én lid van de adviescommissie Leefbaar Platteland bij de provincie. Heb ik dat goed? Je werkt in de agrarische sector. Je heeft banden met de politieke partij Werk aan Water. En bij de waterschappen. En je bent actief bij de vereniging Wij Doen Het Samen. Klopt dat? Nou, dat is min of meer? Een beetje gedateerde informatie is dat. Oh, welke klopt niet meer? Doorgeëvolueerd. Waar sta jij je op voor vanavond? Leefbaar Platteland. Laten we daar maar op houden. Nou, laten we daar op houden. Oké. Arjen slaan we even over, die hebben we net gehoord. Dan de enige dame, behalve mezelf dan, Eline. Blij dat jij in ieder geval ook aan tafel zit. Anders was het wel een heel mannelijk gezelschap. Eline Antonides, leraar veehouderij en ondernemerschap bij Eres Hogeschool in Dronten. Je hebt een melkvee- en akkerbouwbedrijf en is provinciaal voorzitter van de LTO Noordafdeling Vrouw en Bedrijf.
Ja. Ook al zo'n mooi cv. Welkom. Dank je. Schuiven we naar een bekend gezicht. Voor wie er gisteravond was, zal hem ook herkennen. De frisdenker, noem ik hem maar even. Zo heb ik het onthouden. René van Amersfoort, jij bent wethouder van sociaal domein in de Noordoostpolder. Dus welkom wederom aan tafel. Ik sla Jaco even over en dan zit rechts van mij, ik moet er weer even spieken hoor, Piet van Dijk. Want jij zou eerst aan een andere tafel zitten straks. Jij bent wethouder hier in Lelystad. En mijn cv? En jouw cv heb ik... Bomvol, hè, ook. Is heel vol. Je hebt ervaring in de landelijke politiek. Uit mijn hoofd weet ik dit nog. In de Tweede Kamer zelfs nog. Dus jij weet mooi bruggen te slaan tussen nationaal en regionaal. Dat herinner ik me nog uit mijn hoofd. Zien. Ik heb jouw cv op een andere bladzijde staan. Want ja... Eén was niet genoeg. Eén was niet genoeg. Dus, maar goed, welkom Piet. Dank je. Ik heb even de voornamen opgeschreven, dus we gaan het even heel eenvoudig houden. We hebben het gehad over er moet meer water komen, er moet meer natuur komen, of we moeten uitgaan van die natuur. Maar hoe brengen we dan evenwicht tussen natuur en water enerzijds en nou ja, woningbouw, landbouw? Energie, daar gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben, over energie. Maar hoe brengen we dan evenwicht? Want ik zie wel een beetje dat er dingen moeten gaan verschuiven. Wie heeft een idee over hoe je meer water en meer ruimte voor de natuur kan krijgen? Ja, laat ik dan met Lelystad beginnen, want dat zijn we precies aan het doen, hè? Dus ja, maar hoe doe je dat dan in 2050? We doen het nu al, dus het hoeft niet in 2050. We zijn de Lelystad stad en land met elkaar aan het verweven. Dus we kijken hoe we de natuur... Ik ben het namelijk met mijn buurman, alles wat hij gezegd heeft... Okay. Ja, dat wordt een hele saaie avond. Dat wordt een hele saaie avond, maar daar ben ik het dus zeer mee eens. Okay. Wij zijn onderdeel van de natuur. Ik heb laatst een boek gelezen, De meeste mensen deugen... 95% van ons DNA, van Bregman, 95% van het DNA is nog gewoon die Neandertaler. Maar wij zijn natuur. Ik ben het eens dat er meer natuur moet komen, dat we daarvan uit moeten gaan. En ik denk dat wij moeten oppassen dat wij als mens niet te ver bij de natuur vandaan, dus wij moeten dichter naar de natuur. Dat betekent dat we in de stad het groen moeten verweven met die stad. Wij zijn met de stationslocatie bezig. 2024 gaan we ermee aan de slag. Mm-hmm. Zover hoeft het niet te zijn, 2050. Haal het naartoe. Haal de natuur in de stad en doe dat vanaf vandaag. Om in 2050 een leefbare stad te hebben. Dat is wat we doen. Mooi. Om het concreet te maken misschien. Ja? Want we hebben een campus in Utrecht, Utrecht Universiteit. En die campus hopen we te ontwikkelen als een levend systeem. En daarbij zeggen we... Elk gebouw is een organisme. Elk gebouw is dus een beestje waar dingen in moeten en uit moeten. En als je het eenmaal zo ziet, dan heb je zoiets van... Okay, dus dit gebouw dat heeft water nodig en energie nodig... en mensen en informatie om echt te leven. En waarom zouden we het er aan de ene kant in doen... en aan de andere kant vuil uitgooien? Want dan moeten we het weer opruimen op de campus. Dus dan ga je automatisch meer circulair denken. Ja, wat ik zo is, wat jij niet zei in jouw pitch, ga ik toch zeggen. In jouw essay, ik heers de essaybundel, ik heb hem gelezen. Schreef jij, en daar zie ik een spanningsveld. Schreef jij van, om natuur inclusief te bouwen, moet je de grondstoffen voor je gebouwen ook laten groeien in Flevoland. Ja. Vervolgens bouw je het en dan moet je het ook weer teruggeven aan de natuur. Ja. Maar... Hallo, grondstoffen verbouwen, daar is nogal wat grond voor nodig, of niet? Ja, en het is ook de vraag, hè, want het is een visie, 2050, hoe ver we daarmee komen. Maar het is wel, kijk, in de natuur alles haalt zijn eten uit de buurt. Er zijn heel weinig soorten, hè. Een boom die gaat niet wandelen, van daar is het water lekkerder en de stofjes, die moeten daar halen. Dus, maar waar moet die grond vandaan komen? Daarom moet je ook proberen, een stad, als je dat als een organisme gezien, moet het gevoed worden door zijn omgeving. Nou, wat heb je hier? Het IJsselmeer. Hele goede kleigrond en een Veluwe. Als je het even wat breder trekt, en dan trek ik graag ook nog Salland erbij als het rivierengebied. Maar daar zou je het ongeveer mee moeten doen in die straal van 50 kilometer. Maar snoep je dat dan ergens van af? Waar snoep je dat vanaf? Nou ja, dat is dus de vraag of het een serozumkeving is, of we dus dingen moeten inleveren. Ja, dat zullen we, want we zijn nu echt veel te veel aan het uitgeven. Vandaag is het
overshoot day. We hebben al onze ecologische bronnen op voor dit jaar. Nou, als we zo onze bank zouden beheren, zeg maar, dan ben je dus failliet in april, zijn we ecologisch gezien. Dus je moet anders. Ja, ik heb daar een grafiek over. Die heb ik gepikt uit het essay van Arjen. Dat vond ik zo'n... Dat is een Mondriaan landschap, noem jij dat? Ik vond het heel verhelderend. Kunnen we dat eventjes in beeld toveren achter mij? Want waar je het vanaf gaat snoepen... Kijk, wat rood is, is landbouw. Arjen zegt in zijn... misschien wil je het zelf toelichten. Ik kan het ook doen, maar jij weet het beter. Dit is een voorbeeld die we door een student hebben laten uitwerken. Dus laat ik dat even voorop zeggen. Ja? Dat is niet mijn visie. Maar wat het wel laat zien is eigenlijk... als je dus moet gaan komen tot de opgave... de woonopgave, maar ook de energieopgave... het waterbergings als verhaal... maar ook daartoe je alle infra moet aanleggen... dan komt er dus een andere mix uit... En dus de wat eenzijdige Mondriaan van de boven, dus de mix die er nu is, die wordt dan meer divers en misschien ook meer gebalanceerd. Maar dat kost dus bepaalde grondgebruik. En in dit geval is dat bijvoorbeeld landbouw toch. Ja. Dus vandaar ook dat je dus daar echt wel hele moeilijke discussies over hebt. Ja. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is, het is te makkelijk om te zeggen van we doen het al. Ja, want, kijk, Nederland is meer dan vier keer is elk stukje grond is al van bestemming veranderd. Hè? Dus we hebben gewoon grond tekort. Als we alles willen verduurzamen, als we alles naar onze hoge ambities die we moeten of willen halen, willen omzetten, hebben we nog meer grond nodig. Want duurzame oplossingen zijn over het algemeen die hebben een lagere dichtheid. Ja. Dus dan heb je meer in plaats van minder. Dus het is echt flauwekul als we zeggen van we doen het al, we kunnen het al. Dat kan niet. Ja, heel kort. En dan ga ik ook even naar de andere kant van de tafel. Ja? Kijk, wat we al doen is we stad en natuur, mensen en natuur aan elkaar verbinden. Dat is wat we doen. Ja, oké. Dat is op zich goed. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe Henk op dit grafiekje reageert. Want als je goed kijkt, dan zie je dat er dat het een beetje afgesnoept wordt van landbouw. Ik ben benieuwd. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik mocht van de burgemeester geen ja-maar zeggen. Hey, maar, hij zit daar. Dan doe je hij zit daar, hij zit te kijken. Ja, dat is een mooi grafiekje, maar inderdaad veel van landbouw af. In Flevoland hebben we ongeveer 100.000 hectare landbouw. Vanaf uitgifte gerekend. Daar is inmiddels 12.000 hectare ongeveer van afgesnoept voor woningbouw, natuurontwikkeling, infrastructuur. Nog één keer, hoeveel was dat? 12.000 afgesnoept ongeveer, hè, van de 100.000 waar we mee begonnen zijn in Flevoland, in de provincie Flevoland. En we hebben bij elkaar opgeteld zitten we ergens rond de 30.000 à 35.000 hectare natuur ook. Hè. Dus je mag je ook afvragen, moeten we dan alleen naar de landbouwoppervlakte kijken of kunnen we ook met de natuur anders ook diverser inzetten? Moet het alleen natuur zijn of kan het ook een functie hebben als het gaat om die biobased economie? Ja. Ja, dat is een goede vraag. En misschien kan Eline daarop antwoorden. Jij bent leraar veehouderij en ondernemerschap. Hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen die mix, die balans? Ja, nou ja, ik denk dat sowieso het uitgangspunt balans moet zijn. Ja. Vooropgesteld dat ik natuurlijk de landbouw behartig. Dus vanuit mijn positie op school, maar ook vanuit thuis. We hebben natuurlijk een akkerbouw- en melkveebedrijf. Dus ik denk dat, nou ja, nogmaals, de balans die moet er zijn, hè, tussen de natuur en de agrarische sector. Baat mij wel zorgen als ik dit zie, dat er toch nog wel, als er wat land verschoven moet worden, dat dan toch vanuit de landbouw moet gebeuren. Terwijl ik ook echt voorstander ben van het agrarische in Flevoland. Hè. Dat is natuurlijk een hele vruchtbare en goede grond om dit te kunnen doen. Maar betekent dat je dan vindt dat die grond ook voor voedselproductie bestemd moet worden? Of zou dat ook andere functies kunnen hebben waar boeren uiteraard een rol in spelen? Mijn voorkeur gaat wel uit naar voedsel. Mm. Omdat het hier gewoon nogmaals een hele goede grond is om te kunnen produceren. En ik denk dat het zonde is als je dat niet kan benutten. Ja. Misschien mag ik nog even... Want jij hebt daar ook hele gedachten over in jouw essay. Ik zie jullie schrikken en dat is ook wel iets... Is een beetje dit schema is ook echt wel bedoeld om eventjes... om in ieder geval te visualiseren wat verandering betekent.
Het is een stukje wat tussen Almere en Zeewolde ligt. Hè, waar dat moeten we er even bij. Dus niet voor de hele Flevoland, ja. Dus laten we dat even voorop stellen. Dus als je daarnaar kijkt, dan blijft het areaal, het percentage van landbouwgrond veel groter. En anderzijds is dit bedoeld om te laten zien dat je er niet uitkomt met het zeg maar een zigzagpuzzel. Dus het veranderen van landgebruik. Dat je eigenlijk naar gradiënten moet. Dat je naar mengvormen moet. Hè. Dus natuurbeheer en behoud of door boeren en met boeren. Maar ook inderdaad andere vormen van landbouw die daarop voortbouwen. En dat kan ook enerzijds zijn met natuurontwikkeling gemengd. Hè, met andere profielen, hè, langs de watergangen, met andere bomen en dergelijke langs de watergangen. Maar het kan ook betekenen dat je inderdaad op het water buiten Flevoland, dat je daar het landbouw zult moeten gaan introduceren. We moeten die ruimte ergens vinden. En dat kan, wordt heel vaak gezegd, verticaal. Hè, ja. Maar ik denk dat dat nog wel een beetje een misschien is die ruimte wel in de Noordoostpolder. Hoe kijk je eraan tegen de dynamische landschap? Zie je daar wat in? Ja, Noordoostpolder is een van de grootste gemeentes van heel Nederland, hè? Qua hectares, we hebben zat. Ik ben blij met je opmerking net, want anders is ons predicaat World Potato City zijn we kwijt als we dit moeten gaan doen. Dat gaan we dus echt niet doen. Ik snap het wel. Ik snap dat je grond één keer uit kunt geven en dat goed moet verdelen. Aan de andere kant, ik vind ook dat je naar kwaliteiten moet kijken. Wij hebben als Noordoostpolder hele mooie kwaliteit op het gebied van voedselverwerking, pootaardappelen. Om dat nou zo in te leveren, terwijl een andere gemeente elders dit ook niet kan en juist niet agrarisch iets kan doen, zou je misschien ook over die grens heen moeten kunnen kijken. Van, als een ander dat nou niet oplost, dan lossen wij dat gedeelte op, hè, als één Nederland. Waar ik ook gecharmeerd van ben, is zo'n draaiknop. Hè. Dat is de draaiknop van wonen. Doen ze in Utrecht, doen ze dat. Hè. Je draait aan die knop en vervolgens zie je eigenlijk dat alles meegaat. Gaat ook natuur mee, maar ook scholen bijvoorbeeld. Hè. Dus voorzieningen gaan mee. Hè. Nu draaien we aan een woningknop en dan vergeten we dat we een sportveld erbij moeten hebben, want er komen meer kinderen. Nou, mijn mening is van, die knop moeten we ook hebben voor klimaat. Hè. We zijn nu mee bezig, klimaatadaptatievisie ben ik nu mee bezig. Om eigenlijk dat te integreren ook in de omgevingsvisie. Mm-hmm. Zodat je het meteen mee gaat nemen. In plaats van dat je achteraf gaat zeggen, oh, maar we moeten ook nog iets met water. Zeker op dit moment. Water is het nieuwe goud. Dus we zijn het er wel over eens dat we die grond dynamisch moeten gebruiken, zoals Arjen zegt. Klopt dat? Zeker, ja, daar ontkomen we niet aan. Hè. Nee. Ja, je kan ook zeggen multifunctioneel. Is multifunctioneel. Dus dat je echt meer doet met dat ene stukje grond. He, dus dat je in de landbouwer kan je dan denken, Weld voor een Hagen kun je. Ik ben nou met boeren aan het praten om energieerf te maken. Verticale panelen bij de uitloop van de stal, waardoor je energie kan opwekken, maar geen weidegrond verliest. Dat is dus dubbel gebruik. Ja. En op die manier heb je een inkomstenbron die echt nodig is. Want de propositie voor de meeste boeren is echt slecht, economisch gezien. Behalve als je echt heel groot wordt. Maar ja, dat heeft juist ook weer de problemen veroorzaakt waar we nu in zitten. Die duwen naar groot. Dus volgens mij moeten we duwen naar intensiever. En dan is bijvoorbeeld energie en voedselproductie op dezelfde oppervlakte is een voorbeeld. Ja. Je kan nog heel veel andere dingen bedenken. Maar als ik kijk naar de landbouwtermen, als het gaat over intensiever, dan is dat juist meer, hè, als het hebben we vooral over veehouderij, meer dieren op een kleinere oppervlakte. Ja, maar dat soort intensiteit bedoel ik dus niet. Dus geen extra gewasbeschermingsmiddelen. En we moeten echt onze veestapel krimpen, want we kunnen niet zoveel dierlijke eiwitten produceren. Of, hè, als we dat blijven willen, dan moeten we dus ergens die input vandaan halen hier uit de buurt. En niet de soja importeren. Dat is een beetje het dilemma waar je echt met elkaar om tafel moet gaan zitten en zeggen, hoe komen we hieruit? Van als wij dit vol willen houden, dan moeten we ergens anders die inputs vandaan halen. Want anders blijven we importeren en eigenlijk andere gebieden waar we niks van merken, zijn we aan het marginaliseren. Ja. Zijn er nog meer boeren in de zaal, vroeg ik me af. Want we zitten gelukkig ook met boeren aan tafel. Maar zijn er nog meer boeren in de zaal eigenlijk? Hebben ze allemaal aan tafel? Ik zie het is een beetje donker, maar zien we hier één? Iemand? Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar je hebt ook hagen die je kan planten langs een wei waar dieren zelf kunnen mediceren. En waar ze dat doen, zie je bij zelfmedicaties dat de druk, hoe zeg je dat,
afneemt, dus de ziektedruk afneemt. Ja, er wordt onder denk ik een beetje aan de term agroforestry, wat nu een beetje modern is om dat voor het voetlicht te brengen. Agroforestry, ja, dat is een mooie term. Ja. We zien een beetje politiek dat men daar heel graag achteraan loopt. Er is nog geen enkel bewijs dat het een systeem is wat kan werken als het gaat om het borgen van de voedselvoorziening. En dat vinden wij. We hebben een hele hoop bewijs dat de huidige systemen niet werken. Dus we moeten tot nu toe werken de systemen prima, want het voedselaanbod is heel divers en heel goedkoop. Waarom werkt het niet, volgens jou? Nou, omdat we, als we dit doen, dat we straks over. Nou, er zijn fosfaat, als we op deze manier blijven landbouwen, is over 50 jaar op. En wat is op dan? Dat je het niet meer in de grond kan stoppen om je gewassen te helpen te groeien. Je denkt dat de grond dan te arm is? Nee, er is geen fosfaat meer. Er is geen fosfaat meer. Dat is dus een stofje wat er gewoon dan niet meer is. Dat hebben we dan allemaal opgemaakt. Dat klopt, hè. Dat is echt een serieus probleem. Ja. En dan nou, dat is maar eentje, hè? Okay. Dat is maar eentje. Ja, maar goed, inderdaad, nu is het, maar dat heeft ook met wetgeving te maken. Op dit moment mag je minder aanvoeren aan meststoffen dan dat je eigenlijk met je planten eraf haalt. Okay. Dus dan ga je, je bodem uitputten eigenlijk. Ja, dat is precies wat het punt is wat een van de uitdagingen, zeker als het gaat met de stad, van probeer de stad-landrelatie rond te krijgen. Probeer daar de circulariteit in te vinden, dat alles wat in de stad verbruikt wordt en als restproduct overblijft, weer teruggaat. Dus daar zijn we het over eens. Dan heb je dus bijvoorbeeld een fermentatieinstallatie nodig, een fermentatieinstallatie. Nou, dat betekent uiteindelijk alles wat in het riool gaat, weer terug moet naar het land. En nu gaat het, wordt het allemaal. En dat is een enorme uitdaging. Dat is de intensivering die ik bedoel, hè? Ja. Dus we moeten de grond natuur inclusiever gebruiken. Wat wij erin stoppen en eruit halen, dat moeten we ook weer terug stoppen. De circulariteit met de stad ontwikkelen. Circulariteit, daar zijn we het ook over eens, volgens mij. En wat dat betreft, als het gaat om die. Want terecht dat het opgemerkt wordt over die veevoergrondstoffen die geïmporteerd worden. Nou, dat probleem speelt al sinds de jaren 80. Toen is dat al opgemerkt. En eigenlijk is het jammer dat er niet aan die grote knop gedraaid wordt op dat moment al. Het kan nu nog steeds van Rotterdam, die grote knop van Rotterdam, die draaien we binnen 10 jaar draaien we die terug naar nul. Welke knop heb je het nu over? Import veevoergrondstoffen. En dan dient de landbouw zich aan te passen. Want dan zal je zien dat er een verschuiving komt naar eiwithoudende gewassen telen. Je hebt het meteen over het hoe. Maar laten we even terug. Laten we het even. De gedeelde visie die we nu hebben is. We zijn het eens dat we qua ruimtegebruik moeten de grond dynamisch gaan gebruiken. Multifunctioneel. En natuurinclusief. En ook nog eens circulair. Nou, de vraag die dan op tafel ligt. Hoe gaan we dat doen? Wat moeten we daarvoor durven om in 2050 daar te zijn? En ik heb jou al lang, heel lang niet gehoord. Je hebt er vast een idee over wat we daarvoor moeten doen, met z'n allen. Nou ja, wat ik, ik heb laatst toevallig, hadden we hier in het theater een presentatie over de cultuurhistorie van Lelystad. Wat we gezien hebben, is dat als je naar die cultuurhistorie kijkt, dat alles wat we toen bedacht hebben in uiteindelijk geen werkelijkheid wordt. Of anders, omdat de samenleving en de maatschappij verandert, alle behoeften veranderen, problematiek verandert. Dus wat je bedenkt aan de voorkant, gaat aan de achterkant, wordt geen bewaarheid. Althans voor een belangrijk deel. Dus wat je in ieder geval moet doen, hoe kom je daar? Dat je een adaptief ontwikkelpad met elkaar bedenkt. Dat je dus niet planologisch een masterplan ontwikkelt en zegt, dat moet het in de toekomst in 2050 worden. Zo willen we dat het eruit gaat zien. Maar dat gaat hem niet worden. Oké, adaptief ontwikkelpad. Adaptief. Ik schrijf het even op. Ja? Dat moeten we met elkaar durven. Ben je het daarmee eens, René? Adaptief ontwikkelpad? Okay, ja, zeker. Ja. Nu wel. Ja. Maar hoe dan? Nou, voor ons is wij zijn een noordelijke provincie. Hoe meer noordelijk je gaat, des meer we over gaan naar doen. Ja. Dus wij willen graag dingen doen en innovaties, pilots draaien. We hebben ook geen tijd meer. Hè? Dat merk ik in de elektriciteits- of transitie merken we dat ook. Hè? We hebben gewoon geen tijd om met elkaar te gaan discussiëren wat nou wel en niet goed is. Nee, probeer nou allebei en start met allebei. Want we moeten gewoon snel zijn. Dus dat ja maar sluit ik helemaal bij aan. Dat moet je niet meer doen. Het is ja en. Wat is de eerste stap die jij gaat zetten? De eerste stappen die wij zetten is door dit soort dingen naar ons toe te gaan halen. Een van de dingen was bijvoorbeeld laatst was hier in Lelystad een bijeenkomst ook over water. Daarin hadden ze het over water onder je zonnepanelen.
Gewoon biodiversiteit eronder. Ja. Ja, dat vond ik een simpel, dat vond ik een mooie oplossing. Dat neem ik weer mee. Helaas staan er ook windmolens in de buurt. Ja, dan is het met vogels weer niet goed. Dus het is ook best complex. Het is best complex. Nou, ik zie in mijn klok al een tijdje een nul staan. Dat betekent dat wij hier aan tafel even moeten ophouden en de zaal even de tijd moeten geven om na te denken. Nou, wat vinden wij nou dat ze hier aan tafel moeten bespreken? En wat vinden wij nou dat we met z'n allen moeten durven doen om meer ruimte te maken voor water, meer ruimte voor natuur, de grond dynamisch te gaan gebruiken, multifunctioneel, natuurinclusief, allemaal geweldige woorden. Maar wat moeten we durven doen met z'n allen? 3, 2 en gooi je maar! Woe! Ja, kom maar. Meer ideeën. Ja, bedankt. Oké, hebben jullie de drie... Jullie hebben al een paar opengevouwen, hè? Nou, ik ga er even 3 opengevouwen. Oké. Ja, de interessante... Jullie zitten zelfs stiekem te lezen, maar ik... Wij zitten alles op. Welke is leuk? Is die leuk? Nee, die is niet leuk. Dan kom maar, dan neem je die leuk. Oké. Denk de scenario's. Kom maar. Niet alles afwijzen. Alles is goed wat mensen hier suggereren. Oké, wat hebben jullie gezegd dat we meer moeten durven doen? Denken in scenario's. Handelen vanuit de sterke, bestaande, volhoudbare krachten van wat de polder heeft. Wauw. Denken in mogelijkheden vanuit verschillende disciplines. Mooie gedachte. We moeten meer circulariteit, anders consumeren, misschien wel consuminderen. En kernfusie, zie ik. Volgens mij gaan we dat later nog over kernfusie hebben. Hoop ik, in de tweede ronde. Opnieuw bepalen wat de waarde van de grond is en toekennen van waarde aan functies die nodig zijn. Opnieuw bepalen wat de waarde van de grond is. Nou, ik ben heel benieuwd wie dat opnieuw bepalen van de waarde van de grond heeft opgeschreven. Of wie in welk groepje. En wie wil dat even toelichten? Want ik ben wel heel benieuwd wat daarachter zit. Kijk, en er komt een microfoon naar jou toe, want anders kunnen we jou niet verstaan. Wat bedoel je met het opnieuw bepalen van de waarde van de grond? Zou je jezelf even willen voorstellen? Ik ben Gerard van Heerden, ik werk voor de gemeente Dronten. En wat we eigenlijk hebben is een soort van perverse prikkel als wij dingen willen veranderen in Nederland. Want er werd hier gezegd... boeren willen graag zo groot mogelijk areaal behouden. Nou, als een projectontwikkelaar zich aandient en die biedt een goede prijs, dan wordt die grond wel verkocht. Ik denk dat van die 12.000 hectare die genoemd werd, dat daar toch het overgrote deel gewoon aan woningbouw is opgegaan. Maar op het moment dat wordt gezegd, er moet een stukje bos bij. Ja, wat is de waarde van bos? Nou, volgens mij, in het verhaal van de twee wetenschappers, is de waarde van bos en water heel erg groot. Alleen de economische waarde zoals wij hem nu toekennen, die klopt niet. Daar kan niet zo makkelijk wat mee verdiend worden door een projectontwikkelaar. En ik denk dat we daarover na moeten denken. Wat is nou de werkelijke waarde? Dus je zou eigenlijk een soort van optelsom moeten maken van wat hebben we in Nederland nodig? Waar hebben we tekort aan? Ja. Dat heeft een hogere waarde. En ik denk dat we dan op een hele andere manier van denken uitkomen. Mooi. Hele mooie vraag die je hier stelt. En laten we hem hier aan tafel gaan bespreken. Want inderdaad, hoe bepalen we nou de waarde van grond? En hoe, hoor ik even, hoe verwijderen we die perverse prikkel? René? Ja, ik denk dat onze agrarische ondernemers... je hebt veel verscheidenheid erin. Ik ken er genoeg die werken van generatie op generatie aan hun grond om een goed vruchtbaar te krijgen. Die gaan het niet zomaar even wegdoen. Er zijn heus wel die dat wel doen. Die gaan zelfs zonnepanelen erop leggen.
Dat is één. En het andere is, we moeten wat gaan doen. Water is het nieuwe goud. Water gaat echt geld kosten in de toekomst. Dus het is nu elektriciteit, straks water. Dus als we nu niet iets gaan doen, dan zijn we straks weer te laat. Maar hoe is er dan een methode, we kijken even de wetenschappers aan, om die waarde dan op een andere manier te bepalen, niet alleen economisch te laten zijn? Ja, de waarde van water, die wordt op dit moment heel erg via een U-bocht eigenlijk betaald, hè, via belastingen, via afdrachten. Ja? En het is niet de directe waarde van water, die we betalen letterlijk voor drinkwater, die is eigenlijk niet, correspondeert niet met de kosten die ervoor gemaakt worden. Die worden via allerlei omslagen worden die anders verrekend. En dat, daardoor is het niet heel helder voor de meeste mensen. En daardoor hebben mensen gewoon een niet de goede prikkel om dat water als gebruiksproduct. Nou, daarnaast staat dan nog water als oppervlaktewater, als kwaliteit in de ruimtelijke ordening. Mm-hmm. Daarvan is wel bekend dat het tussen de 9% en 12% waardevermeerdering op, de economische waarde hebben we het dan weer over, oplevert, hè, om water te introduceren. Dus dat wordt langzamerhand door de markt wel erkend. Alleen wordt dat dan weer heel erg beheersbaar, zeg maar, geïntroduceerd. Terwijl volgens mij wat we hier allemaal zeggen is, we zijn toe aan gradiënten, aan mixen, aan het loslaten van die hele harde grenzen. Dus misschien het loslaten van Mondriaan, hè? Dus het moeten zachte grenzen worden. Maar dat geldt dus ook voor waarden, denk ik. Ja, en ik ben het er helemaal mee eens. Met die het verwijderen van die perverse prikkel, dat is onze uitdaging. Maar het is wel moeilijk, hoor. Dus, ja, het is heel moeilijk. Heb jij daar ideeën over, Jaco? Nou, ik ben geen econoom. Dus, maar hoe bepaal je dan de waarde van natuur? Ik doe wel onderzoek naar ecosysteemdiensten. Ja. En ecosysteemdiensten is dus wat de natuur ons eigenlijk gratis geeft als je het gewoon zijn gang laat gaan. En dan praat je over dingen als schoon water, brandstof, bouwmiddelen, hout, dat soort dingen. Schone lucht. Dat wordt eigenlijk allemaal gedaan. En daar kun je wel, je kunt grond dan wel ook anders bekijken. En zeggen, je kan heel veel verschillende ecosysteemdiensten op elkaar gaan stapelen. En je kan ook een stad zien. Hè? Als je een stad als een organisme ziet, ga je zeggen van, hoeveel van het water dat we opmaken, kunnen we ook weer binnen die grenzen reinigen. Kunnen we dus, dat is hele leuke filmpjes om te kijken, hoewel het af en toe wel een beetje cheesy is. Maar je moet maar googlen op John Todd, Living Machines. We kunnen, planten en verschillende planten gebruiken om bijvoorbeeld chemisch afval op te ruimen. In verschillende stapjes. Maar je zou de stad eigenlijk als een levende machine moeten gaan zien. Die zijn water reinigt, zijn energie haalt. Het liefst ook in de buurt zijn voedsel haalt. Niet alles, want kaneel gaan we hier echt niet verbouwen. Dat halen we nog altijd wel ergens uit Azië. Maar de basisvoorzieningen zou je graag in de buurt willen hebben. Ja, ik vind het nog steeds, ik vind het een heel droombeeld, utopisch beeld. Maar kunnen jullie daar aan deze kant van de tafel, dan kijk ik even aan de uiteinde naar Eline en Henk. Kunnen jullie daar ook pragmatisch iets mee in jullie praktijk? Als het gaat om die waardering van die grond. Het herwaarderen. Nou ja, concreet maken. We zijn bezig met een oliemaatschappij om te kijken of alles wat ze doen, we kunnen compenseren door oesterbanken en mosselbanken en zeegrasvelden aan te leggen. Dus eigenlijk natuur te herstellen, te kijken of we dat soort van operaties toch kunnen door laten gaan. Dus dat wat ze dan noemen netjes carbon neutral is. Daar heb je wel heel veel mosselbanken voor nodig, hoor, als je eenmaal olie uit de grond wil halen. Is dat haalbaar? Ik geef hem even terug aan de praktijk. Ja. Nou, ik benader het even vanuit een ander perspectief. Als we kijken naar 2050, is de toekomstige generatie totaal niet gebaat bij een hoge grondprijs of een hoge prijs van huizen. Een beetje hetzelfde, hè? De schaarste bepaalt de prijs, de vraag bepaalt de prijs. En juist in die onroerende goederen, grond en huizen, zit ontzettend veel geld waar niks mee gedaan wordt. En eigenlijk zou je dat anders willen zien, want dat geld kan veel nuttiger aangewend worden voor bijvoorbeeld het creëren van biodiversiteit. Of je, waar wonen die mensen dan? Die huizen, het gaat om waardering van, is dat het systeem wat we nu met elkaar vasthouden, de schaarste bepaalt de prijs, is dat een systeem dat remt de economie. Dat remt ook de transitie naar andere zaken, omdat er ontzettend veel geld in vastgelegd wordt, waar vervolgens werkloos niks meer mee gedaan wordt. Maar wat zie je dan als oplossing? Want dit is een probleem. Dit is echt een probleem. En ik vind de oplossing heel moeilijk. Maar je ziet, dat is ook een van de redenen, dat jongeren, een van de grote problemen in de landbouw is bedrijfsopvolging.
Dat is niet het klimaat, het is de bedrijfsopvolging. Dat is wereldwijd echt een serieus probleem. We hebben straks nog genoeg boeren. En in Nederland is een van de redenen dat jongeren afzien van de bedrijfsopvolging, is dat er zoveel kapitaal in dat bedrijf gaat zitten, dat ze die financiële verplichtingen niet meer aan durven te gaan. Ja, maar we hadden het net over... Prima. Dat lijkt me heel goed om daar naar te kijken. Om daar een oplossing voor te vinden. Maar wat moeten we dan durven doen? Ja, dat is heel lastig. Dan kom je aan de economische wetten. En wil je daar hardhandig ingrijpen? Moet je daar verhandelbaarheid iets mee gaan modelleren? Of op een nieuwe manier over ondernemerschap denken misschien, Eline? Nou ja, het biedt natuurlijk ook wel weer kansen als de grondprijs anders wordt dan dat hij nu is. Met name in Flevoland natuurlijk hoog. Dus ik voorzie dan juist dat er weer boeren meer lef tonen om meer land te beheren. En daar in een ondernemerschap toepassen. Dus ik denk dat het dan juist ook weer beschikbaar wordt meer voor de landbouw als die prijzen anders worden dan nu. Ja, ik parkeer hem even, want er zijn nog veel meer interessante brieven. Hebben jullie iets wat je mij aanraadt om te openen? Want jullie waren allemaal dingen aan het lezen. Ik kon het niet goed lezen, maar volgens mij stond hier Markerwaard droogleggen. Maar ik kon het niet goed lezen. De Markerwaard droogleggen. Kom maar hier dan. Ik kon het echt niet goed lezen. Oké. Okay. Ik zie hier echte keuzes maken en benut wat je hebt en beter verbinden. Ja, dan toch, want het punt wat jij probeert aan te snijden is van, we hebben een economisch systeem dat niet meer werkt. He, dus we stoppen nu overal geld in. Mm-hmm. En er zijn generieke maatregelen als je in de overheid kijkt. En we zouden dat eigenlijk anders moeten doen. He, we kunnen niet meer, en dan kom je, als je niet oppast, gebruik je sprong van weg met kapitalisme. Even heel kort door de bocht. En dan zeg je ook, ondernemerschap is niet meer zo belangrijk. Dus er wordt een hele moeilijke discussie. Volgens mij kun je veel beter de stap maken, wat ik probeer te schetsen, is dat je zegt van, wat kan nu en hoe duwen we die grens steeds een stukje op? Revoluties die overkomen je, ze worden natuurlijk ook wel door een kleine elite gepland, maar die kun je niet plannen of zo, denk ik. Dus ik zou heel erg zijn van, wat kunnen we nu al richting 2050 doen? En dan zou één van de dingen kunnen zijn dat je zegt, we moeten dus niet zulke belachelijke dure woningen bouwen. Want niemand die ze meer kan kopen onder de 23. Ja. Dus dat zou pleiten bijvoorbeeld voor, kunnen we niet stukken neerzetten waarvan zeggen van, we hebben een visie. We willen dat mensen kunnen wonen, maar we willen ook dat gebeurt met materiaal uit de buurt. Beste bewoners, dit is jullie opgave, probeer het maar. En natuurlijk proberen we jullie te helpen en het zal niet in de eerste keer goed gaan. We gaan fouten maken, maar dat is dat adaptieve wat jij zegt. Soms gaan we linksaf en dan komen we erachter, want dit gaat niet werken, dus laten we het dan toch maar weer terug en niet volhouden. Volgens mij is het dus meer een mentaliteit die we met elkaar moeten creëren. En dat vind ik zo gaaf wat ik hier hoor en uit al die briefjes. Ja, de mentaliteit van? Er is hier een enorme van? Wil om echt dingen anders te doen. Wat voor mentaliteit moeten we nou creëren? Nou, de wil om dingen anders te doen en niet bang te zijn om iets uit te proberen. Oké, mentaliteit om te experimenteren. Ja, en dan denk ik wat jij, dat ook jouw punt erbij komt, denk niet meer in, we hebben hier landbouw en daar wonen en daar water. Dat gaat door elkaar heen lopen en dat moet elkaar versterken. Dus dat is hoe versterken ontwikkeling zich elkaar. Ik denk dat de ruimtelijke ordening eigenlijk op slot zit door juridische begrenzingen, door hinderzones, en die keihard zijn. En ik denk dat we het moeten durven om daar dus gradiënten in te definiëren. Ja. Ik denk echt dat het enige oplossing is. In de juridische grenzen? Ja, want je hebt hinderzones rondom wegen, rondom molens, rondom uitstoot, rondom natuurgebieden. En die zijn heel hard. Die zijn echt letterlijk juridisch gedefinieerd door afstand, wat in bij geluid al helemaal dom is, want geluid is logaritmisch. Maar goed, er is nog heel veel... Maar wat bedoel je nou, de juridische grenzen van bestemmingsplannen? Van bepaalde bestemmingen die sluiten andere bestemmingen of toepassingen uit. Of zetten het op slot. Hè. We hadden het net, terwijl iedereen aan het praten was, hadden we het over als er dus een woongebouw of iemand gaat wonen in landbouwgebied, dan zet hij de landbouw uit, potenties voor landbouw ook op slot. Als dat toegestaan wordt. Dus ik denk dat we daar een hele grote verandering moeten maken. Dat is wel een hele moeilijke. Wie moet dat doen? Waar ligt die juridische grens? Is dat de nationale overheid of is dat provinciaal? Ja. Maar die zijn er natuurlijk wel voor ons eigen welzijn. Hè? Heel vaak zijn ze om ons te beschermen, om bepaalde gezondheidseisen te garanderen. Dus het is best wel een moeilijke discussie.
Maar ik denk dat je daar dus een veel dynamischer en veel meer gradiënt in moet kunnen definiëren dan nu alleen door afstand. Ja, want mooi. Die afstand, dan kun je dus die mix niet voor elkaar krijgen. Ja, ik ga nog wat briefjes voorlezen, want die zijn allemaal briljante ideeën. De natuur zijn gang laten gaan, ook een idee. Boeren zelf laten beslissen. Goed idee, hoor ja, ik hier. Ja, landbouw, groei en veehouderij. Dat kan ik niet lezen. Landbouw en veehouderij naar bouwproducten. Ook een idee. Daar hadden we het over. Stoppen met dierlijk eiwit. Sorry, heeft Jaco ook al even genoemd. Mijn stem doet het niet meer. Ja, maar om aan te vullen, bijvoorbeeld in Luttenberg is een groep boeren samen met een groep bouwondernemers, die zijn bij elkaar gekropen en die hebben gezegd, wat gebruiken jullie nu aan materiaal, wat heb je nodig? En die proberen nu heel kleine schaal te zeggen, nou laten we een paar woningen bouwen en laten we dan eens kijken wat wij daarna kunnen groeien, zodat we die schuld die jullie eigenlijk dan hebben, door die bouwmateriaal hebben gebruikt, weer op kunnen heffen. En op dat niveau nu experimenteren om dan een sprong te kunnen maken, lijkt me, dat soort dingen moet je gewoon even laten gaan als gemeente. Gewoon het liefst ook ondersteunen. Ja. Ja. Ik ben het ermee eens, maar dat speelt wel een beetje die wat ze noemen de quadruple F-fight. Hè? Het gevecht van de 3, 4 F'en. Food, feed, fiber en fuel. Die allemaal, in Nederland? Voedsel? Allemaal... Voedsel. Feed is voedsel voor dieren. Voedsel voor dieren. Fiber is dan voor je materialen, voor gebouwen, producten, consumentenproducten, whatever. En fuel is ook... brandstoffen. Ook brandstof, maar dat kan ook zijn een windmolen die je ook op grond legt, vastlegt of een zonnepaneel. Dus jij zegt, die grond, daar moeten we keuzes in maken aan welke van die 4 F'en we gaan besteden. Nou, dat is nu, in het huidige systeem, is dat een harde keuze. Maar dat zou dus veel meer gemengd moeten kunnen. Dus ja, aha. Ik zie hier nog een spannende investeren in technologie. Dat moeten we ook meer gaan doen. Wie vindt dat? Daar heb ik nog niks over gehoord. Dus ik breng even iets nieuws in de discussie. Ik zie je. 2 vingers. Wie heeft hem opgeschreven? Jullie? Ik kan daar een microfoon nog even heen. Waarom en wat voor technologie ben ik benieuwd naar? En hoe zou dat dan kunnen bijdragen aan dat multifunctionele, dynamische, natuurinclusieve grondgebruik? Dat sluit wel aan bij wat hij gezegd heeft. Island is het toch? Ja. Want als we kijken naar heel veel innovatieprojecten, biobased projecten in het land, maar ook internationaal, zouden we veel meer kunnen leren van wat heeft de wetenschap en samen met het bedrijfsleven nu bedacht. Geef ik 2 voorbeelden. In Limburg is een grote glastuinondernemer, die heeft zijn afval van paprika. Die afval van paprika gaat vervolgens de engineering in, de bouw in. En die wordt gewoon gebruikt bij het bouwen van woningen. En die paprikapanelen zijn gewoon eeuwenlang lang gewoon te gebruiken. Aha. Nou, dat is 1 voorbeeld. Ja. Ander voorbeeld, dat is als je al kijkt in Noordoostpolder, waar boeren zich met vlas bezighouden. Die vlas is bouwbeest, die wordt gebruikt voor garagedeuren en voor kozijnen. Nou, dat is een 2e voorbeeld. Fosfaat wat gebruikt wordt in de petwaterschap, wordt omgezet in voedingsstoffen voor de landbouw. Ja. Zo zijn er denk ik wel 1000 voorbeelden die we gewoon kunnen gebruiken. Want en doen we die, technologieën. En doen we het nu niet. Nee. En dat geldt ook voor investeren in technologie, urban farming, verticale landbouw. Er zijn zoveel mogelijkheden. Dank je wel voor deze input. We hebben het nog niet zo heel erg over die technologie en innovatie gehad. Is die er al? Moeten we daar nog meer in investeren? Wat vinden jullie? Ik denk dat die regels die je net noemde, dat die bijvoorbeeld innovatie ook heel erg tegenwerken. Ja, als je van tevoren, laat ik zeggen, dan kom ik weer bij het adaptief ontwikkelen. Heb je het nu over technologie? Ja, ik heb het over technologie, innovatie. Stimulans. Okay. Vanuit de ruimte die je krijgt om dingen te experimenteren, de regels los te laten en te kijken, ja, als je die regels loslaat, bijvoorbeeld geluidscontouren, en je gaat, dan stimuleer je innovatie als het gaat om bijvoorbeeld de bebouwing, om het geluid ook tegen te houden. Okay. Maar dan moet je wel die normen durven loslaten. En dan krijg je dus innovatie. Okay, dat hangt met elkaar samen. Dat, ja. Ik zie die klok verrassend snel tikken. Het lijkt wel of we in een versnellingen zitten, maar dat is helemaal niet zo. Maar ik heb hier ook nog een jongerenraad die ik heel graag nog even een vraag wil laten stellen. Want jullie zijn hier de toekomst. Vandaar. Dus ik wil jullie ook eventjes een vraag laten stellen aan deze tafelgasten. Ja, nou, wij als jongeren zijn natuurlijk
ja, wij vinden het belangrijk om over de toekomst na te denken en dan over waterkwaliteit. En onze vraag was, waar we mee zaten, was hoe kan de provincie recreatie en natuurbehoud samen laten gaan als het gaat om waterkwaliteit en algemene zuiverheid van het water? Dus, hebben jullie me verstaan? Hoe kunnen we, herhalen het nog één keer? Hoe kan de provincie recreatie en natuurbehoud samen laten gaan als het gaat om waterkwaliteit en de algemene zuiverheid van het water? Ja, kan dat? Recreatie en waterkwaliteit? Voor recreatie, om te kunnen zwemmen, heb je gewoon waterkwaliteit nodig. Dus daar heb je in ieder geval een gemeenschappelijk belang. Dus je zult je waterkwaliteit moeten verhogen om dat te kunnen. Zijn we het daarover eens? Of kunnen we daar nog iets tegen inbrengen? Ja, water. We doen heel veel onderzoek naar water en ook naar de milieuaspecten van water. En hoe je daar ook weer uit afvalwater fosfaten terug kan winnen en andere micronutriënten. En dus ook de kwaliteit van water. En ik denk dat het hangt natuurlijk met heel veel samen weer. Hè. Dat is weer, alles is met elkaar verweven. Maar er zijn ook heel veel basic regels om dit voor elkaar te krijgen. Dus om zuiver water te krijgen, dan een bepaalde diepte creëren. Dan krijg je al automatisch verticale systemen, waardoor je eigenlijk al natuurlijk zuivering kunt creëren. De nutriënten, dus een teveel aan nutriënten, kun je natuurlijk door dat sneller bij de bron terug te winnen. Wat al even werd gezegd door de meneer net over technologie. Dus je kan heel veel, maar het vraagt wel eigenlijk een heel andere mindset. Ja. Maar ik denk wel dat het cruciaal is hier. Nog één toevoeging. Ja, graag. En ook zorgen dat het niet vuil wordt. Want dat vergeten we steeds. We willen altijd gaan zuiveren. Ja. Maar als je dan zorgt dat het er niet in komt, dat scheelt ook wel een hele stap. En wordt het vuil door recreatie of door andere dingen? Volgens mij door recreatie ontstaat er wel eens wat vuil wat ongewenst is. Ja, maar een van de hele kleine dingetjes die je kan veranderen is dat je gaat praten over de zonnebrand die mensen op hun huid smeren. Want er zijn hele goede. Zeg je nou dat we geen zonnebrand meer moeten smeren? Nee, ik zeg dat we biologische, dus zeg maar natuurlijke spulletjes moeten gebruiken en geen chemische. Waardoor de belasting minder wordt. Dan nog, als je een paar honderd liter walnootolie in een meer gooit, dan heeft dat meer daar ook moeite mee. Maar dat is minder moeilijk voor zo'n meer om te verwerken dan alle andere chemische stoffen die veel resistenter zijn. Dus zijn jullie een beetje tevreden met het antwoord? Niveau. Kunnen jullie daar wat mee voor de toekomst? Ja? Gelukkig. Hey, Jullie moeten het ermee doen. Ja. We zijn ook al een beetje aan het eind gekomen. Want wat we hebben opgehaald over wat we nou meer moeten durven doen. Ik ga hem heel even kort samenvatten. We moeten af van die perverse prikkel. Daar begonnen we mee. We moeten die waarde van natuur en water en andere manieren van ruimtegebruik stapelen. Dus niet zo strikt meer scheiden. Daar helpt het verwijderen veranderen van de juridische grenzen ook enorm bij. We moeten meer een mentaliteit van experimenteren met z'n allen hebben. Ook een hele uitdaging. En meer investeren in, ik heb het even opgeschreven als biobased technologie. En meer gebruik maken van de technologieën op het gebied van circulariteit die er al zijn. En ik, zijn we er dan een beetje op het gebied van onze toekomst van ruimtegebruik. Is er nog een uitsmijter wat we nog meer moeten durven doen? Wat we nog niet hebben besproken. Een klein dingetje nog. Dat is die innovaties. Hè, gisteren hadden we het ook over. We kunnen makkelijk pilots uitvoeren. Hè, dus dat geeft ons een ruimte als we een pilot als gemeente uitvoeren. Om even niet zo erg naar die eisen te kijken. Dat doen we dan ook samen met provincie bijvoorbeeld. En dan kijk je van wat kunnen we dan wel doen om zo'n pilot te kunnen doen. En dat is veel laagdrempeliger en dat kan snel starten. Dus veel pilots draaien. Veel pilots draaien, veel meer dan nu. Ja. En hoe komen we aan die pilots? Hoe kun je daarvoor zorgen? Nou, daar hebben we wetenschappers voor nodig die ook goede ideeën hebben. En als die dan naar een gemeente of naar de provincie toekomen met een goed idee, dan kunnen we die oppakken en dan kunnen we eruit gaan voeren. Ja, hij heeft er alleen, zie je? Nee. Ja, het is meer van, nee, ik heb meer zin van, heel veel bewoners hebben ook echt heel veel goede ideeën. Want we worden een beetje op een voetstuk geheten. En sorry, maar er zijn ook heel veel saaie, behoudende wetenschappers. We hebben een inwoner met een gezin in Noordoostpolder. En die heeft zijn hele huis, die gebruikt geen extern water meer.
Die is heel aan het experimenteren geweest. Ja, je wil niet weten hoe zijn huis eruit ziet nu, maar het begint te werken. En dat is ook gewoon gaaf, dat echt zo iemand gewoon start. Die denkt, ja, ik ga niet wachten, ik ga gewoon starten. Ja, ja. Nou, ik vind het prachtig wat we opgehaald hebben. En we hebben een gedeelde visie. We hebben allerlei ideeën om dat te gaan durven doen. Ik wil onze tafelgasten voor nu heel erg bedanken. En jullie voor al je vliegtuigjes. We gaan ze nog verzamelen en bestuderen. Voor jullie is het even ruimte om eventjes met elkaar weer in gesprek te gaan. Het buffet is open. Jullie hebben een half uur pauze verdiend. En ik hoop jullie om 19:30 uit mijn hoofd. 19:30, klopt dat? Weer terug te zien. Dus tot straks, hopelijk. Dank jullie wel.